De afgelopen 75 jaar zijn vele honderdduizenden Joden van over de hele wereld geëmigreerd naar Israël. Daar vonden zij een nieuw thuis, een nieuw beloofd land. Vanwege het 75-jarig bestaan van de staat Israël reis ik naar het Heilige Land, ontmoet tal van bijzondere mensen en probeer ik een antwoord te vinden op die ene vraag. Wat maakt van Israël nu, zowel voor haar inwoners als voor de wereld, een land van beloften? Vanaf 2 mei bij Family 7.